En de aanleg van een reeds lang geprojecteerde weg naar de Kuruni rivier via het stroomgebied van de Lucy-rivier was een van de belangrijkste onderwerpen van gesprek tijdens een werkbezoek van districtscommissaris Monique Sapa aan het dorp Amotopo in het resort Kuruni. En tijdens dit bezoek heeft de burgermoeder gesprekken gevoerd met verschillende leden van het dorpsbestuur. Wegen het ontbreken van een brug over de Kurairuarate-Eku-rivier is het team van de DC er op een gegeven moment ertoe overgegaan een geïmproviseerde ponton te bouwen om de oversteek te kunnen doen. Verder heeft de DC in het resort Coruni gesprekken gevoerd met kapitein Touhanpe Akunpasi... over de economische als ook onderwijsgerelateerde voordelen die het aanleggen van de weg met zich zou moeten meebrengen voor de dorpsgemeenschappen. Het gaat in deze in het bijzonder om de dorpen. Amotopo, Kuruni, Komalesemutu, Alalapadou en Sipalivini Safana. De hoofdkapitein heeft verder aangegeven dat er vanuit de zijde van de overheid wat middelen in de vorm van machines en gereedschappen voor de aanleg van kostgrondjes verstrekt kunnen worden.